problemen met de gemeente. We hebben een nogal stevig verschil van inzicht. En dat ontstaat om twee redenen. Landelijk zie je gebeuren dat de overheid heel veel geld pompt in allerlei mogelijke plekken om alles maar te laten functioneren en overeind te houden. Terwijl gemeente Almelo ervoor kiest om juist geld weg te trekken in een periode met de coronacrisis die gewoon heel erg lastig is. Je moet voorzieningen moet je overeind houden en wat er nu gebeurt, daar vrezen wij van dat dat niet goed gaat. Niet à la minuut, maar op termijn gaat dit klem lopen als we dit doen. De voedselbank heeft ongeveer 75.000 euro per jaar nodig. Daar komt het, om en nabij komt het daarop neer. 60.000 euro daarvan hebben we gewoon nodig voor het laten functioneren van de voedselbank. We krijgen dit prachtige gebouw, Egbertus van Sint-Jozef, maar alle kosten moeten we wel betalen. Dus de stroom, de verwarming, noem maar op. En dat is nogal wat, want we hebben auto's rondrijden, je zit met verzekeringen, noem maar op. Er is niet één vrijwilliger door heel Nederland, 172 voedselbanken, die 1 euro betaald krijgt. Dus iedereen doet het met liefde en voor niks. Maar we hebben wel kosten. Die 60.000 euro moet daarmee verklaard zijn, hebben we gewoon nodig om de kosten te bestrijden. 15.000 euro moeten we apart zetten. Dit mooie gebouw lenen we van Sint-Jozef. Het kan zo zijn dat ze volgend jaar zeggen, je moet eruit. Dan hebben we 50.000 euro nodig om te verhuizen, om alle technische installaties af te breken, op een andere plek op te zetten enzovoort. En ik durf er een wetje om te doen dat wij dan niet naar de gemeente toe hoeven te stappen en te zeggen van, joh, doen we ons even 50.000 euro, want we moeten verkassen. Dat zie ik dan niet gebeuren. Vandaar, dit is een bedreiging, de donkere wolken, en daar waarschuw ik voor. Wat er nu gebeurt, is qua inkomsten, is dus dat de gemeente 15.000 euro eraf haalt. We hebben dan bedrijven die ons tot nog toe voor om en bij de 10.000 euro per jaar sponsoren. Nou, bedrijven, als ze nog overeind zijn, zullen andere zorgen hebben dan de voedselbank volgend jaar, 2021. Als je dus even snel rekent, zijn we 30.000 euro van ons budget zijn we kwijt. En nu komen ze dus met het aanbod, briljant, van een waarderingssubsidie van 5.000 euro. Waarvan men dan heel vrolijk zegt van, luister eens, dat hoef je niet te verantwoorden aan het eind van het jaar. Daar zitten wij helemaal niet mee. Wij kunnen tot op twee kwartjes nauwkeurig aan het eind van het jaar verantwoorden wat we met ons geld gedaan hebben. Want we zijn een ambi-stichting. Dus we moeten transparant zijn en we moeten de zaken goed voor elkaar hebben. En dat hebben we ook.